Henk Wisman, hoe erg kan een gelijkspel aanvoelen als een kater? Ja, dit is echt inderdaad een kater. Zeker als je kijkt naar de controle die we eigenlijk hebben gehad op deze wedstrijd. En de kansen die we hebben gecreëerd, met name in de tweede helft. Daar hebben we het al eigenlijk veel eerder moeten beslissen. En dat laten we achterwege. En dan loop je nog tegen zo'n ongelukkige goal op en dan geef je twee punten mee weg. Het gebeurt tegen een tegenstander die totaal niet in de wedstrijd zit. Maar had je niet vanaf de kant het gevoel van het zou nog wel eens fout kunnen gaan? Want dat hadden de mensen op de tribune wel. Nee, ja. Kijk, het gaat natuurlijk fout een paar minuten voor tijd. En wat ik zeg, we hebben eigenlijk vanaf het begin de controle gehad. En wij hebben hun niet in de wedstrijd laten komen. Dus ook verdedigend hebben we het goed gedaan. Alleen ja, in die fase, in die laatste fase gaan we in de fout. Met name met die goal. En dan geven we het alsnog weg. Maar in de periode die eraan vooraf ging, hadden we natuurlijk al lang hadden we de tweede of de derde erin moeten schieten. Willen jullie te graag blijven voetballen? Wij willen altijd blijven voetballen. Weet. En zeker niet te graag. Weet. Wij waren voetballend ook beter als deze tegenstander. En dus in dat opzicht moeten we daar ook van hebben. Maar je moet het ook afmaken. Ja, dat klopt. Dat zei ik net al. Is er dan, want op een gegeven moment wil die de bal er blijkbaar niet in. Moet je dan niet ervoor kiezen om de boel dicht te metselen of zo? Dat zit niet in jullie? Nee, dat zit niet in ons spel. Wij zijn gewoon druk naar voren blijven maken. Daar ligt onze kracht. En zo spelen we al een heel seizoen. En als je nu achteruit gaat lopen, dan werk je juist dit soort dingen in de hand. En dat zie je ook met die goal die zij maken. Ja, een situatie rondom onze 16. Dat we wel even achteruit zitten. En dan zitten we niet in onze kwaliteit. Dus in dat opzicht geeft het ook weer aan. En is het voor mij de bevestiging dat we het gewoon in het voetbal moeten blijven zoeken. En druk naar voren moeten blijven maken. Wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat de volgende keer die kansen er wel in gaan? Ja, als ik dat zou weten, dan zou het voor iedere trainer een oplossing zijn, denk ik. Hoe duur is het puntverlies voor jullie? Nou, het is natuurlijk heel vervelend, want als je wint, dan sta je denk ik op de tweede plek en doe je volop mee. En nu hangen we er nog net even watjes achteraan. Maar goed, de weg is toch lang. En hiermee is het seizoen niet beslist. Het seizoen is sowieso al beslist, want Katwijk gaat kampioen worden. En het gaat om het spel eromheen, eronder vandaan. En dat spelen we nog steeds een rol in. En wat dat betreft willen jullie gewoon een rol blijven spelen in de promotiestrijd? Ja, het gaat om aan het eind van de rit om dan een positie te hebben waarbij je recht hebt om mee te doen in de na-competitie. Dat zou voor ons een geweldige prestatie zijn.